Hi, ik ben Sebastiaan, ik ben 17 jaar en mijn passie is bezig zijn met licht en geluid. Nou, mijn grootste passie is technisch bezig zijn en dat komt hier op school heel goed tot zijn recht. Het mooiste is de grootste evenementen hier, dat ik de examenleerlingen van muziek mag begeleiden in het halen van hun examen op technisch gebied. Dus nou, dat vind ik heel gaaf. Dan verbouwen we de hele aula naar een groot podium en dan huren we allemaal extra materiaal in voor licht en geluid. En dan zetten we een hele vette show neer. Al jaren voordat ik überhaupt hier op school kwam, vond ik het al mooi om te kijken hoe dat dan gaat daar en zo. Nou, daar ben ik altijd heel erg geïnteresseerd in geweest. En toen kwam ik hier op school en toen zeiden ze van, nou, we zoeken nog mensen die ons hierbij willen komen helpen. En ik was zo van, dit is het moment, dit is de kans, daar gaan we voor. Dan gaat er een nog grotere wereld voor je open, laat ik het zo zeggen. Nou ja, dat je dit talent van God hebt gekregen. En dat je dat ook voor God mag gebruiken. Ja, wat echt vet is en wat natuurlijk echt je droom is. Nou, mijn droom is wel om bij een groot Nederlands of internationaal festival licht of geluid te mogen draaien. Ik ben naar de passie gegaan omdat de sfeer op de school sprak mij ontzettend aan. Omdat het is heel gemoedelijk, heel, heel klein en christelijk. Dus dat, die combinatie van dat maakt dat het hier op school echt ontzettend gezellig is. En je hebt een goede band met iedereen, met de leraren. Ja, je kan hier echt, je hebt het hier echt naar je zin. Tuurlijk, als je hier op school komt en je gaat van school af, je bent gigantisch veel kennis rijker. Maar ook gigantisch veel ervaring en op sociaal gebied ook net zo. Dus op die manier leer je daar ook, ontwikkel je je daar ook heel erg in. Ben jezelf, probeer zoveel mogelijk te leren hier op school en maak er een mooie tijd van. Jouw bestemming is onze passie. Wat is jouw passie? Laat het zien.